Het huwelijk. Hendrina Veldhuizen is buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Haar is de speciale opdracht gegeven om huwelijken te voltrekken en geregistreerde partnerschappen te sluiten. Ze is de meest geliefde ambtenaar van de stad. Menigeen in Rotterdam is alleen bereid met zijn partner te trouwen als Hendrina Veldhuizen hen in de echt verbindt. Voor elk huwelijk dat ze sluit, schrijft ze een op maat gemaakte speech. Hiervoor vult het bruidspaar in spe een vragenlijst in die door Hendrina is opgesteld. Verwacht geen lichtzinnige vragen, het is een diepgravend zelfonderzoek. De buitengewoon ambtenaar vertelt mij dat een koppel ooit afzag van een huwelijk na het invullen van de vragenlijst. Ze waren gaan nadenken en ze wisten niet meer waarom ze met elkaar wilden trouwen, zegt Hendrina. Maar meestal komt het goed. Ze leest geen wetsregels voor en laat niemand eeuwige trouwen zweren. Wel stelt ze het bruidspaar in de gelegenheid om een persoonlijke belofte te doen. Het huwelijk is niet louter ceremonieel, zegt Hendrina stellig. Je kiest voor elkaar door een belofte in het openbaar te doen. Zelf probeert ze het bruidspaar altijd iets mee te geven. Ze sluit haar speech meestal af met een gedicht. Dat kunnen enkele regels van Rutger Kopland zijn, maar ook iets van Toon Hermans. Het is niet aan iedereen besteed. Schiet erop, mens! Riep iemand ooit uit de zaal. Ze moeten nog neuken! Hendrina Veldhuizen vindt het huwelijk het mooiste wat er is. Maar het is niet enkel rozengeur en maneschijn. Ze vertelt over de keer dat ze een man voor zich had staan die net uit de gevangenis kwam. Zijn toekomstige vrouw had 2 blauwe ogen. Of wat te denken van de bruidegom die aangaf veel liever met de getuigen te trouwen. Hendrina heeft alles een keer gezien. Een topless bruid. Een bijna omgebouwde bruid. Een bruid die op de dag van de huwelijksvoltrekking uitgerekend was. Dan heb je nog de Marokkaanse bruid die tegen Hendrina zei: ik heb geen zin om met die lul te trouwen. Hij is nog lelijk ook. En natuurlijk de oma van 75 in een plastic pakje die trouwt met een Turk van 24. Die willen overigens geen speech en staan binnen 10 minuten weer buiten. Tenminste, als oma goed ter been is. Er zijn ambtenaren die homoseksuelen weigeren te trouwen. Knettergek, vindt Hendrina. Het is de laatste groep die ze zou weigeren te trouwen. Die mensen houden ontzettend veel van elkaar, zegt ze. Dat zeggen de oma en de Turk echter ook. Ik ben er niet om te toetsen. Daar is de afdeling huwelijkszaken voor, antwoordt Hendrina. Maar soms heb ik inderdaad gewetensbezwaren. Er zijn wel grenzen. Ze zal nooit een man vergeten die ze thuis in de echt moest verbinden. Het huwelijk zou eerst op dinsdag plaatsvinden, toen op maandag. Maar de familie belde op zondag dat de bruidegom wazig was en dat ze zo snel mogelijk moest komen. Eenmaal gearriveerd werd ze door de bruid en haar familie direct naar de slaapkamer geleid, waar de toekomstige echtgenoot op bed lag. Die zegt geen ja meer, constateerde Hendrina meteen. De familie riep, maar dat had hij wel gedaan. Er volgde geen trouwakte, wel een overlijdensakte. Maar meestal komt het goed. En leest Hendrina Veldhuizen haar speech voor, gevolgd door poëzie. En een lang en gelukkig leven.